Oké, goedemorgen collega's. Het is 9:30. We gaan van start gaan. We gaan proberen ons zo goed mogelijk aan de uren en de agenda te houden. Even een aantal praktische mededelingen. Maar ondertussen natuurlijk zijn jullie al anderhalf jaar gewoon om online te vergaderen en congressen bij te wonen. Dus dat, ik kan het redelijk kort houden, denk ik. Misschien eerst zeggen dat de sessies worden opgenomen. Dat is handig voor degenen die achteraf willen terugkijken of voor collega's die vandaag niet konden volgen. We vragen jullie om zoveel mogelijk de microfoons uit te zetten. Je mag je camera aanhouden, maar het hoeft niet. Je kan je handje opsteken om een vraag te stellen. Of je kan die ook in de chat typen. Oké, dus dat zijn zo'n beetje de afspraken die we gaan maken. Misschien nog even kort de agenda overlopen voor vandaag. Voilà. Dus we zijn nu bezig met de verwelkoming. We krijgen zelfs een kort welkomstwoordje door Jo Rademakers. Dan om 9:45 tot 10:35 hebben we onze jaarlijkse Alma Limo update. Daarin gaan we na wat er gebeurd is het voorbije jaar en wat dat er aan belangrijks te wachten staat in de komende periode. Dan hebben we even een korte pauze van een tiental minuten, zodanig dat u wat koffie kan bijhalen. En dan komen de drie parallelsessies om 10:45. Er is een eerste parallelsessie over Primo VE. Dat gaat dus over de Limo back office in Alma. Wat betekent dat eigenlijk voor jullie? Want dat is de weg die we gaan volgen. Dan is er een sessie over de nieuwe Alma metadata editor. Een beetje een opvolgsessie van de workshops die onlangs werden gehouden. Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe metadata editor? Welke bugs zijn er nog en zijn er workarounds daarvoor? Daar gaat Diederik Lanoye dieper op ingaan. En dan is er ook nog een derde parallelsessie rond document delivery. Dat is een panelgesprek en de bedoeling is dat we het daar gaan hebben over document delivery. Wat is dat juist en wat kan... Ja, wat kunnen wij eigenlijk als Libis eigenlijk bieden op dit vlak? En dan tot slot om 11:30 hebben wij een afsluitende sessie waar u vragen kan stellen. U kan ook nog altijd mails, vragen doorsturen per mail. En waar we dus de Libisnet gebruikersdag gaan afsluiten. Misschien nog even zeggen dat het de bedoeling is dat u voor sessie 1 en 2... namelijk deze sessie en de Alma Limo update, dat u kan dus in deze sessie blijven. U hoeft niet te klikken op een ander link, maar voor de parallelsessies dient u deze sessie te verlaten en op de juiste link te klikken in de uitnodiging om naar die respectievelijke sessies te gaan. Dus daar moet je wel aan denken dat je telkens moet veranderen van sessie, behalve voor deze eerste twee sessies. Bon, dan geef ik nu het woord aan Jo om jullie te verwelkomen en om even kort iets te zeggen. Jo? Dank u wel, Bart. Ik ga mijn scherm even delen. Goedemorgen iedereen. Is dit gelukt? Zien jullie mijn scherm? Bart, iemand? Ja? Ja. Ja. Okay, goed, dank u. Ja. Dus, dus zoals Bart al gezegd heeft, wil ik inderdaad even ook jullie allemaal welkom heten op deze weer speciale Libisnet gebruikersdag. Ik heb heel strikte orders gekregen dat ik mij moet echt wel houden aan de voorziene 10 minuten. Dus ik ga dat ook proberen te doen. En ik ga jullie even meenemen in een aantal dingen die we het afgelopen jaar binnen Libis hebben gedaan, waar dat we mee bezig zijn geweest. En van daaruit jullie een en ander even vertellen. Ik denk wel dat jullie het met mij eens zijn dat het een raar jaar was met
King of Queen Corona, die alomtegenwoordig was. Dat heeft toch wel voor iedereen een major impact gehad, denk ik. Net zoals vorig jaar zijn we vandaag weer virtueel bezig. Ik kijk er eigenlijk echt wel, en ik denk samen met de meeste van u, naar uit om volgend jaar toch terug een echt netwerkevent, en niet het virtuele netwerk, te kunnen doen en elkaar en eens goed te kunnen bijpraten over hoe een en ander geweest is. Bij ons voor Libis heeft dit eigenlijk ook wel een onverwachte impact gehad. Wij hadden namelijk besloten voor dat heel de pandemie begon om onze kantoren een update te geven. Om uiteraard een dikke verf, maar ook wel wat te herschikken, nieuwe lokalen in dienst te nemen, onze bureaus of onze vergaderruimte een upgrade te geven en ook een multifunctionele ruimte in te richten. Die is er nu, sinds meer dan een jaar ondertussen, maar ze wordt dus niet gebruikt. Er zijn op kantoor, vandaag ben ik ook op kantoor, zijn af en toe wel wat mensen en die maken er dan wel eens gebruik van, maar eigenlijk niet navenant wat we voorzien hebben. Wat we dan in de plaats hebben, en misschien is dat wel iets dat jullie kennen, is een virtuele ontmoetingsruimte, weliswaar nog maar nog maar één keertje gebruikt als dusdanig, maar een virtuele ontmoetingsruimte waar dat je met elkaar kan gaan babbelen en in communicatie kan treden. We hebben 2020 ook gebruikt, een stukje van 2021 ook gebruikt, om eens na te denken over, is misschien een mooie aanleiding, over onze toekomst. En de directe aanleiding daarvan is het verhaal van de openbare bibliotheken. Jullie weten dat Vlaanderen heeft beslist dat alle provinciale openbare bibliotheeknetwerken stoppen te bestaan en worden overgenomen door één centraal systeem, het EBS, het Eengemaakt Bibliotheeksysteem, dat door CultuurConnect wordt uitgebaat. Zoals jullie weten hadden wij één van deze netwerken, het PBS Vlaams-Brabant. Het PBS Vlaams-Brabant is een aantal maanden, misschien zelfs eerder weken geleden, definitief overgestapt naar het EBS. Dus dat betekende voor ons wel dat er een stuk van onze dienstverlening inderdaad wegviel en dat het een goede gelegenheid was om eens goed na te denken over waar de toekomst van Libis ligt. We hebben die denkoefening Libis 2025 nieuwe perspectieven genoemd en we hebben daar met vooral dan binnen de universiteit met een aantal mensen over zitten brainstormen, zitten nadenken waar dat we naartoe moeten. En het komt er eigenlijk op neer dat we met Libis een stukje terug willen naar onze roots, waarin dat Libis applicaties ontwikkelde voor een instelling en die dan ging uitrollen naar andere instellingen om zo een stuk te werken, de total cost of ownership te kunnen verlagen voor de verschillende instellingen en een goede return on investment te genereren voor de eerste, voor Libis als dusdanig. Dus daar willen we meer naar terug, ook meer terug naar het wetenschappelijke. Jullie zijn allemaal onderwijsinstellingen of wetenschappelijke organisaties en het wetenschappelijke bibliotheken. Ook daar willen we dus meer naar terug. Dan komt er eigenlijk op neer dat we onszelf een aantal doelen hebben gesteld. En het eerste doel daarvan is de ondersteuning van collecties. Bibliotheekautomatisering is en blijft onze natuurlijke habitat. Al bijna 50 jaar zitten we daarin. En in de laatste twee decennia is daar ook archief en erfgoed bijgekomen. We willen als Libis hoogwaardige diensten blijven leveren en onze netwerken verder uitbouwen. Ondertussen, bijna 20 jaar, zijn we ook verantwoordelijk voor de uitbating van, voor de mensen van KN Leuven, zal het wel bekend in de oren klinken, voor Lirias. Dat is onze
databank van, met wetenschappelijke output. En dat wordt nu uitgebreid met beheer van research data. Dus daar zijn we volop op bezig. Ook sinds een aantal jaren zijn we harder aan het inzetten op projectparticipatie. Projecten van Europa, Horizon 2020 is wel bekend. Hè. De nieuwe opvolger zit er nu aan te komen met de eerste calls die binnenkort gelanceerd gaan worden. Horizon Europe, wat dan vooral wetenschappelijke initiatieven zijn om dat te gaan doen. En we denken dat we door contacten te leggen met onderzoekers binnen de eigen instelling, maar ook binnen andere wetenschappelijke instellingen, we iets kunnen betekenen in deze projecten. Wij zijn uiteraard weliswaar zelf, is Libis geen onderzoekseenheid, maar we kunnen het onderzoek met onze technologie en met onze kennis wel ondersteunen. En dat is waar we de volgende jaren nog verder willen gaan op inzetten. En ten laatste willen we investeren om te groeien. We willen graag investeren in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening die aansluit bij onze expertise en kennis en die aansluit bij de evoluties rond wetenschappelijke informatietoekoer. Wij denken dat we dat daar nog heel veel werk aan is om de wetenschappelijke informatie beter te kunnen verspreiden, beter beschikking kunnen stellen. En we willen daar vanuit Libis verder in gaan investeren om dat in de toekomst verder uit te rollen. Daarvoor, om dit allemaal te gaan realiseren, zijn er een aantal initiatieven nodig. 1. We gaan een stuk bijkomend investeren in personeel om dit allemaal te kunnen doen. Vooral dan niet zozeer in de ondersteuning van collecties, maar dan vooral in de ondersteuning van onderzoeksoutput. De projectwerking gaan we ook uitbreiden met iemand die mee de calls en zo verder kan opvolgen. Om de nieuwe applicatie te gaan bekijken, gaan we ook te ontwikkelen. Sorry, gaan we bekijken of we bijkomend personeel kunnen aanwerven. Maar dat zal een uitdaging zijn gezien de huidige marktsituatie die voor IT-specialisten voor ons niet goed is, voor de IT-specialisten wel goed is. Dat is 1. Daarnaast moeten we ook investeren in governance. Onze beheerstructuur, daar is gisteravond een eerste belangrijke stap in gezet met de nieuwe samenstelling van ons beheerscomité. En we gaan ook eens goed nadenken over onze communicatie en hoe onze communicatie moet aangepast worden. Dat is waar we volop mee bezig zijn en waar u de volgende maanden resultaat van te zien zult krijgen. Ik heb nog 2 minuten om een aantal dingen u te tonen, waar dat we een aantal visuals te tonen van een aantal zaken waar dat we mee bezig zijn geweest. Want vandaag is de Libisnet gebruikersdag. Ik mocht niks zeggen over de Libisnet gebruik, over wat er allemaal gebeurd is binnen de Libisnet omgeving. Dat ga ik dan ook niet doen. Ik mocht ook niks zeggen over wat er binnen Limo allemaal gebeurd is. Dat ga ik dus ook niet doen. Wat ze mij niet verboden hebben vandaag, is om iets te zeggen over onze andere dienstverleningen, zoals bijvoorbeeld LIAS, waar dat we, en het zijn er maar een paar dat ik er ga uitlichten, want dit is echt maar uitgelicht, is het archief van het Vlaams Parlement. Zit nu in de LIAS/Teneo-omgeving. En binnenkort, of we zijn aan het bekijken samen met het Vlaams Parlement, hoe dat we later op het jaar het archief ook via Limo verder kunnen gaan ontsluiten. Binnen Teneo, u weet, onze Teneo-service is lange termijnsbewaring. Daar zijn ook heel wat dingen in gebeurd, maar eentje die dat heel visueel is, is dat we hier met een nieuw soort viewer kunnen uitpakken naast de bestaande viewers, de eigen Rosetta viewer, maar ook de Mirador viewer, hebben we nu ook de mogelijkheid om via de Universal viewer, dat ook een triple IF viewer is, te gaan dingen te gaan ontsluiten. En deze viewer is ietsje toegankelijker dan de Mirador viewer. Binnen Heron hebben we een hele reeks projecten. Ik wil er eigenlijk 2 uithalen.
die toch wel leuk zijn om even te vermelden. Dat is dat de CAG, dus het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, de website daarvan, de omgeving, de beheersomgeving daarvan, is helemaal herzien. Dus ik nodig u uit om daar zeker eens te gaan kijken. Ze hebben nu ook een speciale collectie, een specifieke collectie toegevoegd. De collectie Bulskampveld. Zeker en vast de moeite om eens te gaan kijken. Een ander project wat we gedaan hebben, is samen met het Heilig Hart Instituut hier in Heverlee. U misschien wel bekend, een van de grootste scholen in Vlaanderen. Ook de meest... wat was de titel? De meest, de plezantste school van Vlaanderen. Mijn kinderen die daar zitten zijn op dit moment een lichtjes andere mening toegedaan, nu de examens er zitten aan te komen, maar bon. Slim erfgoed is eigenlijk een tool om de docenten in staat te stellen om met erfgoed in hun klassen aan bod, aan het werk te gaan. Daarnaast hebben we binnen het erfgoedveld ook steunen we in het erfgoedveld ook twee belangrijke initiatieven. Er is binnen de KU Leuven een instituut opgericht voor Cultural Heritage, HERCUL, waar dat we actief in zijn. En in de Leuvense context hebben we Erfgoedlabo, daar hebben we het vorig jaar ook al even over gehad, waar we actief in participeren met allerhande projecten dat we daarin willen gaan uitrollen. Ten slotte wil ik u nog twee projecten vermelden. Eentje is een Europees project, RERES, waar we een totaal nieuwe omgeving voor hebben ontwikkeld die toelaat aan specifieke onderzoekers om te gaan zoeken in een hele collectie van bestanden van verschillende van verschillende bronnen all over Europe, om het zo te zeggen, in één gezamenlijke interface. En iCandid is een project dat nog niet helemaal live is als dusdanig, maar een beetje gebaseerd is op dezelfde technologie als iCandid. Ook vanuit verschillende bronnen, de GroepRes databanken bijvoorbeeld, maar ook vanuit Twitter worden hier data opgeladen waarop onderzoekers dan kunnen gaan zoeken en bijvoorbeeld trends kunnen gaan uitanalyseren enzovoort enzovoort. Keo? Voilà, en dit was mijn laatste slide en dan ben ik maar 10% over mijn tijd gegaan. Oké, bedankt Jo voor deze update. De volgende spreker is Gijs en die gaat ons de ALMA-update geven. Gijs? Oké, ik ga proberen mijn scherm te delen. Jullie zien in principe nu mijn presentatie verschijnen, klopt Bart? Ja. Oké, prima. En ik moet Jo gelijk geven. Hè. Ik kijk er ook enorm naar uit om jullie terug allemaal te kunnen ontmoeten. Het meest waar ik naar uitkijk is die middag. En natuurlijk het eten hè, dat dan geserveerd wordt. En ik ga een ballonnetje oplaten. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar we hebben nu 2 jaar gemist. Ik hoop dat we aan die 3 gangen, dat we er volgend jaar 2 gangen aan kunnen toevoegen. En dan zal ik gelukkig zijn. Nu goed, ter zake. We zitten spijtig genoeg nog steeds thuis. En ik zou jullie even willen terugnemen. Ik vond dit wel een mooie slide. Ik heb hem zelf niet gemaakt, maar ik heb hem gezien in een presentatie die met de titel Elevate Your Library. En dit geeft eigenlijk wel mooi weer wat er het afgelopen jaar gebeurd is, waar we nu staan en waar we naartoe gaan. En het eerste was inderdaad, het overviel ons allemaal een beetje in maart. En we wilden natuurlijk gezond blijven, dat willen we nu nog altijd. Maar we moesten toen reageren. En dat zijn we eigenlijk beginnen doen na die eerste lockdown. En in principe ook al tijdens die eerste lockdown. En vorig jaar tijdens de gebruikersdag heb ik al aangehaald dat ik dit eerder zag als een opportuniteit wat er gebeurde. Hoe moeilijk misschien ook. Eerder een opportuniteit en niet zozeer als overmacht. Ik hoor feedback. Oké, nu is het terug. Oké. Wat we geprobeerd hebben toen te doen, is inderdaad om te kijken naar welke dienstverleningen kunnen we nog steeds aanbieden. Dus we wilden continuïteit garanderen, maar we wilden eigenlijk ook zorgen
dat naast die continuïteit dat we eigenlijk ook toch nog een zekere dienstverlening konden bieden aan onze gebruikers, dat we niet zomaar de bibliotheek moesten sluiten. En ik vind het wel heel mooi omschreven daar, learn and emerge stronger. En vooral het leeraspect mogen we niet onderschatten. En ik wil daar dadelijk nog op terugkomen. Maar natuurlijk die omslag, alles is heel snel moeten gaan. Er is heel veel flexibiliteit van ons verwacht binnen de bibliotheek. En het was een hele interessante periode, nog steeds, maar daarom niet gemakkelijker. En we hebben een omslag gemaakt, we hebben nieuwe dienstverleningen geïmplementeerd. En wat er nu gaat komen, is kijken van ja, prepare for the next normal. Hoe gaan we die eigenlijk binnen vastklitten, zal ik maar zeggen, binnen onze dienstverlening van de komende jaren. Dus ik vind wel dat die slide heel mooi weergeeft wat er gebeurd is en waar we naartoe gaan. Nu, ik heb het al gezegd, ik wil een beetje focussen op het leeraspect. En ik wil terugkomen op een slide die ik een vijftal jaar geleden, in 2016, nogal eens gebruikt heb. En waar ik toen gesproken heb over die knowledge, die kennis shift, maar ook de kloof die ontstaan is. In 2014 zijn we live gegaan met Alma. En de context van deze slide is eigenlijk dat de budgetten naar beneden gingen. Dat er eigenlijk een shift was, meer elektronische bronnen, minder fysiek. En dat ik daar eigenlijk aan gekoppeld heb wat ik toen ook ervaarde. En voor alle duidelijkheid, ik probeer hier mijn ervaringen van op het veld mee te geven, weer te geven. Het zijn vaststellingen. Wat ik toen zag, is dat Unified Resource Management, ALMA. Je kon al de verschillende bronnen binnen één omgeving gaan beheren. Maar natuurlijk is daar wel een leercurve. Dus er was meer kennis nodig, terwijl zagen we budgetten dalen. En werden er eigenlijk resources die moesten afvloeien. Dus er waren minder mensen binnen de bibliotheek. Nu, die twee samen gaf eigenlijk het volgende. En ik ga hier even de kloven aangeven, maar met minder mensen moesten we eigenlijk meer kennis gaan vergaren om de dienstverleningen te kunnen gaan bieden, die er zaten aan te komen, nieuwe dienstverleningen. En als we meer kennis hadden, konden we ook efficiënter gaan werken, want uiteindelijk Unified Resource Management, gestroomlijnde workflows, dus het is wel de bedoeling dat we al die zaken efficiënter konden gaan doen. Maar ik zeg het, efficiënt werken kan enkel en alleen als je voldoende kennis hebt. En daar zie ik, en het komt nu terug, het afgelopen jaar, zie ik, spijtig genoeg, dat er toch nog wel wat kennis ontbreekt. En ik wil vooral focussen op bijvoorbeeld digitale competenties. Wat ik gemerkt heb, we werken binnen browseromgevingen. Ik ga er op terugkomen. UX, user experience, zaken veranderen heel snel. Elke maand nieuwe releases. Ja, mensen moeten wel de mogelijkheid hebben om zich te kunnen adapteren daaraan. Als ik spreek van cache, van HAR-files, HTTP-archive-files, dat zijn allemaal nieuwe zaken, maar mensen moeten dat wel kunnen capteren. Als ik spreek van nieuwe dienstverleningen, loan-on-demand, scan-on-demand, document-delivery, mensen moeten de tijd hebben om dat zich eigen te kunnen maken. Dus ik wil hier een lans breken, om het zo te zeggen. Budgetten gaan naar beneden, misschien. Ik hoop dat het minder en minder is. Maar wat ik wil aanhalen is, zorg ervoor dat mensen binnen de bibliotheek de kans krijgen om opleiding te volgen en de kans krijgen om mee te gaan in die evolutie. En ik denk dat dat enorm belangrijk is. En als mensen meer kennis hebben, ga je efficiënter kunnen werken en gaat je dienstverlening beter zijn. En ik merk daar dat daar soms het schoentje nog wringt. Ook bijvoorbeeld gewoon online opleidingen volgen. Mensen hebben soms de infrastructuur niet, konden niet aanmelden. Het was heel moeilijk, ze hadden geen tweede scherm, dus ze konden moeilijk volgen wat er gebeurde door de lesgever en zelf meevolgen. Het zijn allemaal zaken waar we aan moeten werken. En als we dan op een snelle manier overgangen willen maken, moeten we zorgen dat we daar klaar voor zijn. Dus heel belangrijk, resources, niet alleen content, maar denk soms ook aan de mensen, aan het personeel en aan opleiding en ondersteun hen daarin. Dit naar de leidinggevende toe. Anderzijds ook personeel zelf. Geef aan als je opleiding wil. Dat is heel belangrijk. En ook wij vanuit Libes
willen die ondersteuning bieden. En ik ga straks nog terugkomen op de ondersteuning die wij willen aanbieden. Goed. Genoeg gezegd. Ik denk een aantal zaken die ik wil aanhalen die we het afgelopen jaar mee die we uitgevoerd hebben en die we eigenlijk ook willen gaan doen. En het is een beetje traditioneel. Ik wil iets zeggen over instelling en beweging, nieuwe partners. Dat is deze slide. Dan wil ik ook over stroomlijnen van werkprocessen, workflows. Waar zijn we mee bezig? UX is daar een onderdeel van. En ondersteuning, belangrijke pilaar. Instellingen en beweging. Twee nieuwe instellingen. En ze hebben beide een zwart logo, zwart met wit. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het was misschien een zwarte periode, zal ik zeggen. Het was tijdens de lockdown. We konden nagenoeg niet fysiek samen rond tafel gaan zitten. Maar ik moet toch zeggen, en ik weet dat de mensen van het Vlaams Parlement en van SCK CEN, dus het Belgisch Onderzoekscentrum voor Atoomenergie, ik weet dat ze aanwezig zijn. En ik moet zeggen, tijdens die periode, ik heb echt wel genoten van die projecten. Ik ben ook trots dat we dat op een goede manier hebben kunnen verwezenlijken, dat we hen hebben kunnen migreren en aansluiten aan Libes, enerzijds netwerk, anderzijds als een nieuwe Libes-partner. En ik ben heel blij dat het op die manier toch is kunnen verlopen. En ik hoop dat dat wederzijds is. Dus bij deze welkom aan de nieuwe partners. Goed, stroomlijnen, workflows, processen. Libes Consultancy. Ik ben ook trots dat toch een aantal instellingen beroep doen op ons, op onze kennis eigenlijk. En het Europees Parlement, dat is eigenlijk voor verschillende jaren dat zij een aantal zaken kunnen vragen aan ons, waaronder bijvoorbeeld lastenboek RFID. Ze gaan RFID implementeren en ze doen dan beroep op ons nu om het lastenboek en de evaluatie van de inschrijvingen om die mee te maken. Daarnaast hebben we ook nog gewerkt aan hun dataconsistentie achterliggend. Dus dat is een gaande iets met het Europees Parlement. Daarnaast hebben we ook consultancy aangeboden aan de European Council. We hebben Eurovoc geïmplementeerd, trouwens ook voor het Belgisch Parlement en voor Libes netuitbreiding. Kan Eurovoc onder gebruikt worden, multilingual ook, meerdere talen. We hebben ook een hele analyse van hun acquisitieflows gemaakt, zowel voor e-content als fysieke content. En we hebben ook twee sessies rond Alma Analytics mee gehad. Libesnet specifiek, en ik ben hier, lijkt een simpele slide, maar hier ben ik wel enorm blij over. Nogmaals, dingen zijn echt een beweging. FOD Financiën, wat we met hen gedaan hebben, vind ik echt wel knap. We hebben single sign-on geïmplementeerd. Dus mensen kunnen aanmelden op een gemakkelijke manier. Single sign-on wil zeggen via hun institutionele authenticatie. Dus ze hebben geen extra login nodig voor Limo. Kunnen ook services gaan aanbieden. En ze hebben Alma Digital, Alma Cloud hebben we ook geïmplementeerd en Scan on Demand. Loan on Demand, waren meerdere instellingen die dit eigenlijk gedaan hebben. KU Leuven ook, ik vind het ook wel een mooie naam, Loan on Demand. Wat we eigenlijk gingen tijdens de lockdownperiodes gingen zeggen van ja, je kan reserveren op aanwezige werken, je mag ze zelf niet uit rek komen halen, maar wij zullen ze aan de ingang aanbieden aan jullie. Er zijn meerdere instellingen die switch gemaakt hebben. En ook Single Sign-On, Vlaams Parlement en European Central Bank, daar hebben we dit ook geïmplementeerd of we zijn daarmee bezig. En dat is een belangrijke, als mensen kunnen aanmelden, kan je hen ook een dienstverlening aanbieden. Alright. Een ander, en dit is ook een onderdeel van Document Delivery, is Rapid ILL, dat ondertussen volledig in productie is voor KU Leuven. Het is een cloud-based systeem. Het is eigenlijk een ILL, een IBL broker systeem. Het is volledig geïntegreerd in Alma. Een van de sterke punten is die hoge mate van automatisering. Nu natuurlijk hebben we zijn gestart met Rapid ILL. Ik ga er niet te veel over zeggen. Om een bijkomende bron van content te kunnen aanboren.
En dit op een efficiënte manier. En vooral om op een digitale manier eigenlijk content tot bij onze eindgebruikers te kunnen brengen. En ja, dankzij die internationale context lukt dat vrij goed. De sessie rond document delivery gaat hier dieper op ingaan. Maar wat echt wel belangrijk is, is die nagenoeg volledig automatische flow die mogelijk is. Van het plaatsen van de request tot het ontvangen van de file en het doorsturen naar de gebruiker. Goed. Bart, hoeveel tijd heb ik nog? Want ik kan hier... Jij hebt nog 10 minuten tijd, Gijs. Oké, prima. Dan zitten we op schema. Een ander belangrijk aspect van het stroomlijnen van workflows processen is eigenlijk de integratie of de overgang van Primo Central naar CDI, Central Discovery Index. Ook niet onbelangrijk binnen het kader van het aanbieden van e-content. En dan meer bepaald op het niveau van artikels, chapters, newspapers en zo verder. En eigenlijk wat we naartoe wilden is een makkelijker beheer van die zaken. Want wat we voorheen hadden met Primo Central, was we hadden enerzijds Alma, waar onze full-text e-journals, e-books in geactiveerd werden, hè, vanuit de community zone. En dan hadden we daarnaast Primo Central, aparte omgeving, waar we dan eigenlijk ook nog, hè, moest afgestemd worden met de Alma-collecties, waar we dan op hun beurt daar ook nog eens die collecties moesten gaan activeren. En via de resolver werden die zaken dan, of kwamen die zaken samen in Limo en werden die aan elkaar gekoppeld. En de resolver ging dan effectief kijken van, ja, is daar effectief full text voor die artikels of hoofdstukken? Ja, dan nee. Indien ja, is het eigenlijk gewoon een onderdeel van ons bezit waar we toegang toe hebben. Indien nee, is het eigenlijk meer discovery en kan daarachter via de service page eigenlijk een link naar een ELL request form gegeven worden. Bijvoorbeeld. Nu, het grote probleem of een van de obstakels waren die twee aparte omgevingen. Dus dat hebben we proberen te stroomlijnen, vooral Ex Libris. En wat er eigenlijk gebeurd is dat die dingen samengekomen zijn, die configuratie is samengekomen in Alma. Dus we hebben daar onze full text collecties met een extra tab die eigenlijk aangeeft hoeveel journals, articles of whatever, eigenlijk via CDI, via de Central Discovery Index aanwezig zijn voor die collecties en dat je die al dan niet mee kan activeren. Dus dat is eigenlijk gebeurd. Dat is één. Twee, Ex Libris werkt ook om zoveel mogelijk content meer en meer dan in Primo Central in CDI te krijgen. Ondertussen meer dan 4 miljard records. En natuurlijk die activatie ook stroomlijnen. Om het meer efficiënter te laten verlopen. En ondertussen is ook de Easy Active setting geïmplementeerd, wat dat eigenlijk wil zeggen dat we nagenoeg die CDI-collecties automatisch geactiveerd worden. Er is een bepaalde groep, abstract en indexing databases, waaronder Scopus, Web of Science. Dat zijn speciale gevallen. Daar moet je effectief een subscription hebben om te mogen zoeken in de metadata, staat los van de full text. Die moeten nog apart geactiveerd worden als je een subscription hebt. Maar dat is eigenlijk ondertussen allemaal gebeurd. En natuurlijk ook in het kader van meer e-content aanbieden op een heel efficiënte manier. En een ander iets waarop gefocust werd natuurlijk is snellere update cycles. Ja, de informatie moet up-to-date zijn als er nieuwe zaken zijn, nieuwe artikels. Ja, liefst zo snel mogelijk mee publishen. Dus dat is ook gebeurd dit jaar. En dan, een belangrijk aspect, UX, User Experience. Dit is waar nu nog aan gewerkt wordt, de nieuwe metadata editor. Address issues, according to feedback. Ik denk dat we er allemaal volop mee bezig zijn. Ik ga er zo dadelijk iets meer over zeggen. Daaronder links acquisitions, PO lines. Er is gewerkt via een nieuwe manier, achterliggend via Solr, om het zoeken, de performantie, maar ook de mogelijkheden naar facets en zo, om die te verbeteren. Dat is ondertussen geactiveerd. En daaraan gekoppeld wordt eigenlijk ook een nieuwe PO line
tasklist. Ik ga zo dadelijk een printscreen laten zien van een mock-up van wat er zit aan te komen. Dus weet, ik zeg het, alles verandert continu. Na de nieuwe metadata-editor gaan er nog wijzigingen zich voordoen. Maar weet, de functionaliteit op zich zal in principe niet veranderen. Het is vooral de manier waarop zaken getoond worden. Ook rechts inventory, de holding search, met de physical item search en zelf de all title search. De resultatenlijst die zal ook herbekeken worden en anders getoond gaan worden. Oké, dus dat zit er allemaal aan. Nu, dit wil ik jullie niet onthouden. En een aantal collega's gaan nu lachen, denk ik, in Genk. De collega's van Sima en Luca. Er zijn inderdaad met de mei-release cache-problemen geweest. En ik kreeg deze mail aan van de collega's. Hopeloos, met de poten in de lucht, onze moedige metadata-editor. Ik weet nog, ik heb gereageerd. Ik ben blij dat jullie ermee kunnen lachen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er niet mee kon lachen op die moment en nog steeds niet. En dat is effectief iets wat ik met Exlibris wil bij Exlibris wil aankaarten. Als zij cache fixes doorvoeren op productie, dat dat grondig getest wordt, dat dat op voorhand gecommuniceerd wordt en dat we dat grondig kunnen testen. Want dat wil ik toch niet opnieuw meemaken. Maar goed, blij dat je dan zo'n mailtje krijgt en komt de motivatie toch een beetje terug. Wat ik hier wil aantonen met deze statistiek, dit is statistiek van de volledige Exlibris community. En we zijn nu, je ziet 17 mei, dat is een redelijk recente statistiek. Rechts zie je een klein staafje en daar zie je ook 1479. Dat zijn de aantal instellingen, allemaal instellingen, die werken met de nieuwe metadata-editor. Dus jullie zijn niet alleen, wees gerust. En dan het paarse gedeelte zijn de mensen die opt-in hebben, dus die werken effectief op die moment met de nieuwe metadata-editor. En dat zijn er toch nog altijd meer dan diegenen die opt-out hebben en die op die moment, 17 mei, teruggeschakeld hebben. Dus ik wil hier aangeven, jullie zijn niet alleen. Jullie zijn niet alleen met bepaalde problemen. Dus heel de community werkt daar mee aan. Wat ik wel wil zeggen, en we zijn er heel eerlijk in, eigenlijk zijn er nu nog steeds te veel mensen die nog met de oude werken. En dat heeft zijn redenen. Dus het is echt de bedoeling tegen oktober, wanneer we exclusive live gaan met de nieuwe, dat de problemen van de baan zijn. Dus we werken daaraan. Goed, een aantal mock-ups. Physical holding, item all title search, een aantal principes. Ik ga hier niet te veel over zeggen, komt ook terug bij Diederik. Maar waar we mee bezig zijn rond het UX-design is side-by-side panels. Dus je hebt de facets, je hebt dan je resultatenlijst en wat je dan gehighlight hebt, kan je rechts de details zien, dus side-by-side. Wat ook belangrijk is rescaling, dus dat je heel gemakkelijk de panes kan groter maken, kleiner maken, naar van hand wat je effectief wil zien. Ook rechts, je ziet niet die verschillende tabs nummer. We werken eigenlijk met verschillende levels cards, waar de informatie op gebundeld is binnen die pagina. Dat is ook iets overzichtelijker, hopelijk toch. En ook, wat dat hier nog niet direct zichtbaar is, maar dat je het onmiddellijk kan editeren. Dus dat zijn eigenlijk een aantal principes waaraan gewerkt wordt in die resultatenlijsten. En diezelfde principes komen terug in de nieuwe PO-line tasklist. De belangrijke hier is, je ziet dat al, hè, die verschillende tabs van assign to, daar zijn we gelukkig vanaf. Zoeken hoeft ook niet meer, je krijgt ineens alles. Je kan dan filteren op facets. Je krijgt hier ook weer die side-by-side. Dus die principes komen hier terug. Dus komen echt wel verbeteringen aan. Een ander iets, een laatste iets voor UX is collection management. En de hiërarchie. En ook dit, datzelfde principes, maar meer overzicht. Links heb je je boom, wat je aangeklikt hebt. Daar zie je de details rechts van, nummer in verschillende tabs. En je kan onmiddellijk editeren. Oké. Ondersteuning. Belangrijke component. Acquisitieflows. Ik wil benadrukken,
werkgroep is niet meer zo actief. Waarom niet? Omdat we vooral merken, ik heb dat nogal gezegd, dat de situaties heel specifiek zijn. Nu, als jullie ondersteuning nodig hebben rond acquisitie of ermee willen starten, laat het ons weten. We proberen mee jullie, en dit hebben we trouwens ook gedaan voor de European Council, jullie flows uit te tekenen, zodat dat duidelijk is van een hoger perspectief, zal ik zeggen. En dan hier ook, je ziet dat, hebben we binnen die flows eigenlijk links gelegd naar de specifieke documentatie op HelpDocs. Om dan toch eigenlijk te kunnen soort van drill down naar de specifieke informatie en wat je effectief binnen elke stap moet doen. En wij bieden dat niet alleen van Libes aan. En ik ben blij dat wij hier ook ondersteuning krijgen van KU Leuven, van BD, van Bibliotheekdiensten. Dat is vooral Philippe Neese en zijn team. En die ondertussen is er een heel pakket van opleiding, zal ik maar zeggen, uitgewerkt. En dat gaat van analyse naar de uiteindelijke opleiding plus eventuele nazorg. En dit gebeurt voor het Vlaams parlement, voor Thomas More, Mechelen gebeurt het. Ik merk ook dat er terug vraag komt, ook nu van Antwerpen, voor opleiding rond acquisitie. Dus ik denk dat we eigenlijk op het punt gekomen zijn dat we terug die werkgroep ook wel kunnen herinitiëren. En ik denk echt wel, er is iets mooi uitgewerkt om die ondersteuning te kunnen aanbieden, ook op maat. Dus maak daar gebruik van. Nog een minuutje, Gijs. Ja. Ik heb nog 3 slides. Die ondersteuning ook. Nog eens benadrukken, ik denk de meesten onder jullie kennen ondertussen Libes HelpDocs. Ik heb hier de link ook nog eens toegevoegd. Daar gaan we eigenlijk alle nieuws verzamelen, maar ook alle documentatie. Dus in principe het Libes Extranet, en ik krijg nog altijd mails van mensen die daar naartoe willen, heb je in principe niet meer nodig. Dat is 1. 2. We proberen ook communicatie te voorzien via een mailinglist. Vraag interna, als je nog nooit van ons mails gehad hebt, laat het ons weten, dan zetten we jullie daarbij op. En 2e en 3e manier van hoe dat we bepaalde zaken willen communiceren, dat is nieuw, is via Alma, Alma Notifications. Dus dat gaan we proberen te blijven doen, om toch de nodige informatie tot bij jullie te krijgen. En ook aankondigingen. Oké. Workshops, opfrissingscursussen, werkgroepen. Ik zeg het, de opleiding is zo belangrijk, participatie. Neem deel, we proberen tegenwoordig ook alles op te nemen, maar ook input, hè. Geef het mee. Waar hebben jullie nood aan? En op die manier kunnen we die zaken wel proberen te organiseren. Alright. En de laatste slide, ook binnen de community, Ex Libris Community, proberen we meer en meer actief te zijn, te participeren. 1. Actief in de Alma Product Working Group. Ook voor de nurse enhancements. 2. UX focus group. Proberen daar heel kort op de bal te spelen. En een 3e iets, en niet onbelangrijk, is ook performantie. Mogen we niet uit het oog verliezen. En dat is sowieso een focusgroep die ik bij Ex Libris terug wil herlanceren, om daar meer oog voor te hebben. En samen met die community, je hebt het gezien, aan meer dan 1400, was het 58 instellingen met de nieuwe metadata editor. Het is echt wel een grote community om druk te zetten op Ex Libris om een aantal zaken grondiger te bekijken. Dus dat is effectief het plan voor het komende jaar. Oké, dat was mijn verhaal. Bedankt. En ik denk dat we kunnen overstappen naar Veerle. Oké, dank u, Gijs. Voor de mensen die vragen hebben, die mogen die altijd in de chat zetten. We kunnen die dan in de laatste sessie ook wel even opnemen. Veerle? Veerle, je bent gemute, ik zeg het maar. Oké. Nu horen jullie mij? Ja, oké. Alright. Goed. Ja, inderdaad, de tweede Libisnet gebruikersdag van thuis uit. Wie had dat ook ooit gedacht? Hè? Ik had eerlijk gezegd niet meteen gedroomd van een rijkelijke lunch. Daar heb ik zelfs niet aan gedacht. Misschien had ik wel een beetje gedroomd van thuis uit.
in de hof, dat zou wel leuk zijn. En misschien zitten er zelfs mensen op dit moment, wie zal het zeggen, met hun laptop op hun schoot onder een boom. Dat zou misschien wel leuk zijn, maar ja, voor mij toch maar niet. Het leven is iets prozaïser op dit moment voor mij. Een beetje getimmer en ik zou misschien dringend eens een tweede scherm moeten nemen. Maar oké, ik ben er klaar voor. Ik zit hier binnen van thuis uit. En ik ga jullie een paar dingen over LIMO vertellen. Dus ik heb dat gegroepeerd in 4 topics. Iets over de projecten die we het voorbije jaar hebben gerealiseerd. Wat er qua software upgrades is gebeurd, een paar dingen daaruit. En dan vooral ja, wat er nu in focus is, dat is Primo VE, waar dat wij mee bezig zijn. En dat is ook een beetje een traditie, tenslotte vragen om op een paar voorstellen te stemmen naar Exlibris toe via ID Exchange. Oké, wat hebben we zoal van projecten gedaan het voorbije jaar? Jo heeft er al naar gerefereerd. En het is iets wat ik vorig jaar ook al heb aangehaald, dat we voor het Vlaams Parlement bezig waren om hun archief via LIMO ook doorzoekbaar te maken. En dat is nu effectief live, voor ons toch. Dus wat we doen is de archief... documenten volledig fulltext doorzoekbaar maken via LIMO. En je ziet hier op die slide dat er 2 zoekscopes zijn. Enerzijds dus de collectie van de bibliotheek, Parlementair Informatiecentrum, en anderzijds de archiefcollectie. En dat is ook wel op dit moment een beperking als we vanuit LIMO externe databanken aanspreken. Wat we doen is we indexeren die documenten fulltext in Elastic en we spreken die aan vanuit LIMO. Maar je ziet, als je een zoekactie doet in de bibliotheekcollectie bijvoorbeeld, dan krijg je in de zoekresultaat zo'n soort banner, die zit hier onderaan, met een preview van wat er ook te vinden is in het archief. En je kunt dan klikken op zo'n thumbnail en je gaat dan naar dat record in archiefcollectie. Of je klikt op toon alle zoekresultaten en dan ga je naar het zoekresultaat in het archief. Dus dat is toch ook een manier om die 2 collecties eigenlijk naar elkaar toe te brengen. Gijs heeft het er ook over gehad, dus dat SCK partner is geworden van Libis. En we hebben ook samen met hen een, natuurlijk dus een LIMO view gemaakt. Nu, die view is afgeschermd. Het gaat om vertrouwelijke informatie, dus we kunnen die spijtig genoeg niet voor het grote publiek tonen. Maar wat daar wel speciaal aan is, dat is dat deze view al in Primo VE is gemaakt. Dus SCK is op dit vlak een voorloper van Libisnet. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel vlot verlopen is. Ik hoop dat SCK dat ook kan bevestigen. Het is natuurlijk zo, het gaat niet om een migratie, dat is altijd een beetje gemakkelijker. En SCK zit ook niet in het netwerk, dat maakt de zaken ook eenvoudiger. Maar al bij al ben ik heel blij dat dat toch op een goede manier vlot die spits genomen is met Primo VE. En dan hebben we ook voor het documentatiecentrum Vlaams-Brabant samengekeken hoe dat we hun view het beste kunnen organiseren, hun collectie ontsluiten via LIMO. En wat we daar speciaal gedaan hebben, dat is, zij wilden eigenlijk graag die startpagina van LIMO meer dynamisch kunnen invullen en dus zelf content regelmatig veranderen. Maar bij Primo Software is daar eigenlijk niet echt voor voorzien. Wij moeten dan altijd die CSS zelf aanpassen. Zij moeten dan die documenten doorsturen en wij moeten dat aanpassen. En daarom was ook gezegd van op de startpagina geen
dynamische informatie. Maar wat collega Joris nu gedaan heeft, hij heeft ervoor gezorgd dat zij afbeeldingen en tekst op een blog kunnen zetten en dat die blog automatisch wordt geharvest door Limo. En op die manier kunnen zij toch regelmatig nieuwe content op die pagina zetten, op die startpagina van Limo. Dus als er instellingen zijn die dat daar ook in geïnteresseerd zijn, laat gerust iets weten. Dan kunnen we dat ook op die manier voor jullie doen. Oké. Iets over de release notes, de releases, de software releases van het voorbije jaar. Dat zijn geen grote dingen, moet ik zeggen, maar ja, daarom zijn sommige dingen misschien ook al eens aan de aandacht ontsnapt. Dus wil ik dat je hier daarop attenderen. Je hebt export naar Excel, dat nu mogelijk is. En ja, wij kunnen ook niet bevroeden wat de eindgebruikers allemaal willen doen met die zoekresultaten. En dus export naar Excel is nu een extra mogelijkheid. Met één muisklik kunnen ze eigenlijk alles wat dat in hun e-shelf zit, meteen ook naar Excel exporteren. Een tweede nieuwigheid, dat is de QR-code. Ja, wat zou je daar zoal mee kunnen doen? Je zou die bijvoorbeeld kunnen fysiek afficheren in de bibliotheek. En dan kunnen gebruikers die inscannen op hun gsm en op die manier bijvoorbeeld linken naar een zoekactie in Limo of naar een record in Limo. Denk aan online content van dingen die dat je fysiek in de bibliotheek hebt. Nu, ik weet wel, de coronaperiode was daar nu niet het ideale moment voor om zoiets te gaan doen. Dus waarschijnlijk is daar niet echt iets mee gebeurd, nog niet. Iets wat er in de pipeline zit, dat is een aanpassing van het pagineringssysteem. Dat is iets wat er in augustus gaat komen. Er waren wel wat vragen van klanten wereldwijd ook, ook van onze kant natuurlijk, van dat gebruikers wel graag kunnen kiezen hoeveel pagina's, hoeveel records dat ze op een pagina te zien kunnen krijgen. Nu is dat er maar 10. Je kunt er wel bijladen, maar ze kunnen dat niet zelf configureren. Dus wat er gaat komen is dat gebruikers dat nu zelf kunnen instellen, 10, 25 of 50 pagina's, records. Per pagina. En dat is iets wat gepland is voor de augustus release. Oké. Primo VE. Daar heb ik vorige Libisnet gebruikersdag ook al iets over gezegd. Het was toen nog allemaal niet heel concreet. Wat was dat ook alweer? Dus de backoffice van Limo die gaat naar Alma. En waarom is dat eigenlijk interessant? Dus het gaat eigenlijk over optimaliseren van werkprocessen, waar dat Gijs het ook al over gehad heeft. En we trekken dat ook door naar Limo. Dus op dit moment moet er dagelijks een export gebeuren van de records uit Alma naar Limo. De records die zijn nieuw zijn aangemaakt, die zijn aangepast. En in Limo worden die dan bewerkt, genormaliseerd, zodanig dat alle records van alle verschillende bronnen, niet alleen Alma, maar ook CDI, archiefrecords, Vlaamse overheidspublicaties, Lirias, dat die allemaal eigenlijk op dezelfde manier met beperkt aantal metadata getoond worden in Limo, dat die records gededupt worden als dat nodig is, dat die versies gegroepeerd worden. Dat zijn processen die gebeuren in Limo elke dag. En nu gaat dat naar Alma. Dus de records zitten in Alma en ze blijven daar. Dus een record wordt opgevraagd in Limo. Als het ware on the fly wordt
dan die normalisatie die DDUB en die Ferber gedaan en het wordt gewoon anders getoond. Het blijft gewoon waar het is, het record. Dus het gaat om een veel sneller en efficiënter proces, op die manier natuurlijk. Het is ook zo, als er is iets moest veranderen aan die normalisatie of aan het datamodel in ALMA, ja, dan moesten al die records, die 7 miljoen records, teruggeëxporteerd worden naar LIMO en dat duurde dan een heel weekend om die terug te normaliseren, te deduppen en te verberen. Dus dat is iets wat nu verleden tijd gaat zijn. Ja, wat verandert er dan concreet? Ja, dat is op twee fronten. Enerzijds in ALMA zelf, voor de bibliotheekmedewerker, gaan er een paar dingen veranderen. Maar daar wil ik eerlijk gezegd niet zoveel over, eigenlijk niks over prijsgeven, want daar gaat mijn sessie over om 11:15. Dus over wat er verandert in ALMA. Voor de eindgebruiker gaat er eigenlijk niet zoveel veranderen. De look and feel blijft hetzelfde. Het gaat over wel een aantal beperkte veranderingen, omdat die normalisatieprocessen natuurlijk die nu in ALMA gebeuren en die mapping toch hier en daar wel een paar veranderingen gaan nodig maken, maar het zijn beperkte veranderingen en daar gaan we ook later nog over communiceren. Wat ik wel kan meegeven, dat zijn de grote lijnen eigenlijk van de planning en dat was vorig jaar nog helemaal niet zo duidelijk. In het najaar willen we zo consolideren hoe dat die views er gaan uitzien. Maar ik zeg het, verwacht geen grote veranderingen. En dan moeten we al die views opnieuw aanmaken in LIMO, configureren, maar ook onze customisaties opnieuw doen. De externe data van andere bronnen opnieuw. Die mapping maken en opnieuw uitwerken. Dus dat is wel wat werk. Maar we willen in april volgend jaar de instellingsviews in ieder geval klaar hebben op productie. Zodanig dat jullie voor de zomer nog tijd hebben om die data te bekijken op productie. Dus parallel eigenlijk met de huidige LIMO. Dus de huidige LIMO blijft gewoon draaien voor het publiek, maar het is de bedoeling dat je dan parallel die data in Primo VE kunt bekijken en testen. En het is ook wel belangrijk dat we die testperiode inlassen, want een aandachtspunt is zeker ook de performantie. Dus we moeten ook bekijken of dat alles, ook qua performantie, of dat in orde is voordat we live gaan met Primo VE. En de bedoeling is dan dat we in september, met de start van het nieuwe academiejaar, dat we dan 2022 dus zouden live gaan met Primo VE. Je begrijpt ook wel dat we voor 2022 september dat we niet echt nog grote aanpassingen willen doen aan LIMO. Dat wilden we wel houden voor als we switchen naar Primo VE. Dus we willen wel bekijken van ja, we doen dan toch een aantal grote aanpassingen. Zijn er dingen die we kunnen meenemen op het moment dat we live gaan? En we hebben dan ook een brainstorm gedaan in de werkgroep LIMO, om daar eens naar te polsen van zijn er dingen die dat ja, bij jullie op de wensenlijst staat eigenlijk voor LIMO om te veranderen. Een paar dingen kwamen daaruit, zoals meer dynamische visuele content. Ik heb daarover gehad als ik het had over het documentatiecentrum Vlaams-Brabant. Dus daar wil ik dan ook naar verwijzen dat iets is wat dat nu eigenlijk al mogelijk is. Dus de startpagina iets dynamischer. Meer interactie of betere of gemakkelijkere interactie met de BIP. En dan hebben we sowieso al gepland dat de feedbackknop, bijvoorbeeld de boodschappen die via de feedbackknop gaan, dat die rechtstreeks naar de instelling gaan, naar een e-mailadres van de instelling, en dat die niet meer in eerste instantie naar de helpdesk komen. Ook de formulieren is zeker een aandachtspunt, de aanvraagformulieren. Het is belangrijk dat die interactie met de bibliotheek, dat
ja, dat dat goed werkt natuurlijk. De layout, dat is iets wat natuurlijk heel persoonlijk is. Iedereen heeft daar wel een beetje zijn mening over, maar een paar kernwoorden zijn toch meer rust in de zoekresultaten, genoeg structuur en een beetje meer contrast. Dus we gaan daar zeker geen grote dingen veranderen, maar een paar dingen optimaliseren. Dat willen we zeker ook doen. En wat er ook naar voren kwam, dat is een aantal vragen over facets en exportmogelijkheden. Dat zijn eigenlijk configuratieopties die dan mogelijk zijn per instelling. En wat ik dan ook zeker wil doen, is nog eens een overzicht doorgeven aan iedereen van wat kan er per instelling aangepast worden, zodanig dat we met de overgang naar PrimoVE, dat je daar de zaken nog eens kan herbekijken en eventueel hier en daar iets anders configureren als je dat zou willen. Dus dat mag je zeker van mij ook nog verwachten. En dan een laatste puntje. En dat is ook een beetje traditie geworden, denk ik. We zijn met velen in ons netwerk en laat ons dat dan ook gebruiken om te proberen wat invloed uit te oefenen op Ex Libris, om die zaken die wij belangrijk vinden, om die ook naar voren te schuiven. En een belangrijk ding daarin, dat is eigenlijk iets wat dat al lang speelt, dat is dat wat nieuw is, de nieuwe records, dat we willen dat Primo die als nieuw beschouwt, niet wat dat nieuw is aangemaakt in de netwerkzone, maar wel wat nieuw is voor de instelling. Dus als een instelling een eigen item of een holding maakt aan een bestaand record, dat dat record dan ook nieuw, als nieuw zou beschouwd worden voor die instelling, in de view van die instelling. En het is pas dan eigenlijk dat die facet recent toegevoegd, bijvoorbeeld van die je kunt gebruiken en die veel instellingen niet gebruiken, omdat dat eigenlijk niet echt zo relevant is op dit moment. Het is pas dan dat we daar echt voor ons gebruikers een goede service kunnen geven. En dan zijn er nog een aantal vragen specifiek voor PrimoVE, want ja, daar zijn toch ook nog wel enkele dingen op onze wishlist, om zo te zeggen. Ik zal ze denk ik, ja, je hoeft daar nu niet op dit moment voor te stemmen, maar ik zal ze doorsturen via mail en in ieder geval bedankt alvast voor uw aandacht, maar ook voor uw stem op die vragen naar Ex Libris toe. Ik wil ook zeker de leden van de werkgroep Limo eens bedanken, omdat zij toch altijd heel nuttige input geven op onze vergaderingen. En ik wil ze ook al op voorhand bedanken voor de toekomstige input rond PrimoVE, want die zal ook zeker nodig zijn. En tenslotte wil ik Nele Barbry van de werkgroep Limo bedanken. Ze gaat in september op pensioen. En zij is eigenlijk iemand die ja, altijd heel veel input heeft gegeven. Een van de mensen die dat praktisch altijd aanwezig was ook. Bedankt Nele, dat was heel erg geapprecieerd en geniet zeker en vast van jouw pensioen. Dag. Oké, Veerle. Bedankt. Er was ook één vraagje in de chat binnengekomen. Dat is ondertussen ook wel behandeld al. Het gaat over het downloaden van de QR-code, of dat mogelijk is. Daar is al een antwoord op geformuleerd, dat je inderdaad met de rechtermuisknop die QR-code kan bewaren als een beeldbestand en ze dan ja, ergens anders gebruiken. Hè? Mm-hmm. Ik weet niet of daar nog iets meer over te zeggen is. Nee, ik denk het niet direct. Je kunt ze ook afdrukken en fysiek ergens plaatsen. Maar ja, je kunt ze ook downloaden, ja. Oké. Okay. Bon, collega's, als er nog... Er is misschien nog ruimte voor één vraag, korte vraag of zo.
dan kan je die nu stellen. Anders kan je die altijd straks in de laatste sessie nog stellen. Maar anders zitten wij zeer goed op schema. Nog even zeggen dat je voor dus de volgende sessies ga je dus naar de specifieke link moeten gaan in de uitnodiging die verstuurd is. Dus we gaan deze sessie stopzetten. Maar we hebben dus nu eerst 10 minuten pauze en om 11:15 starten de 3 parallel sessies. Oké, bedankt en tot straks. 10 minuten pauze.